Afgelopen zaterdag, 21 mei, vond wederom de woonmanifestatie plaats in basisschool De Pantarij. De woonmanifestatie is bedoeld om mensen te informeren over de aangeboden kavels en nieuwbouwprojecten in de gemeente Zeewolde. Vertegenwoordigers van de gemeente, projectontwikkelaars en makelaars stonden de geïnteresseerden te woord om hen uitgebreid te informeren over het gevarieerde aanbod. Ja, okay. Ja, en met verschillende kleuren, zeg maar. Er wordt een rode, er wordt een zwarte. De woonkamer, die is al 13 meter in lengte. Nou, dat is echt een enorm woonoppervlak, dus daar kun je goed van maken. Je hebt eigenlijk een soort leefkeuken. Dat openslaan de deuren naar je tuin. Dus 's ochtends met je kopje koffie. Dat is prima toe. Ja, dat is precies op te zoeken. Dat zou natuurlijk zeker bij deze tussenbronnen zou dat natuurlijk wel lastig zijn. Tijdens de woonmanifestatie gingen ook 13 bijzondere kavels in de verkoop. Waarbij de kavels zijn gelegen op de dijk. Meneer Van het Woud, kunt u ons vertellen, kunt u aan de kijkers vertellen waarom dit nou zulke bijzondere kavels zijn? Dat kan ik. En het liefst aan de hand van de tekeningen is misschien wel makkelijk. De kavels zijn hier gesitueerd. Dit is zeg maar de centrale antenne, het heet Elementen. En het loopt langzaam op ter hoogte van de dijk. Wat wij gaan doen is, dat is uniek voor Flevoland, die woningen die lopen langzaam op naar de dijk. En de mensen die straks deze kavel gekocht hebben en die in de huiskamer zitten, kijken over de dijk naar het Wolderwijd. En overal in Flevoland woon je aan de teent van de dijk. Behalve in Zeewolde, dan kun je op de dijk wonen. Dus alle mensen die straks in deze zone wonen, kunnen straks allemaal over de dijk heen kijken naar het Wolderwijd. Dus voor Flevoland uniek, maar ook voor de mensen, omdat je echt bij het water woont en kunt zien wat er gebeurt op het Wolderwijd. Ja. Hoe groot zijn de kavels? De kavels zijn gemiddeld 500 vierkante meter groot, sommige 600 vierkante meter. Ja. Zijn er nou nog bijzondere voorwaarden om te bouwen gezien de ligging van deze kavels? We proberen zo weinig mogelijk te regelen in die zin, zo weinig mogelijk beter kwaliteitsplan. Wat we hebben gezegd is, modern tot landelijk is mogelijk als je maar binnen bepaalde hoogtes en groothoogtes blijft. En daarbinnen is bijna alles mogelijk. Dus iedereen kan zijn eigen ontwerp maken, hoeft alleen langs de welstand. Dus het is redelijk vrij om te bouwen wat je zelf wil.